wat lastiger omdat de verenigingen gesloten zijn en de sportscholen. Maar daar hebben wij een oplossing voor bedacht. Dus kijk of dat je ook zelf wat spullen kan vinden in de schuur of op zolder en maak een leuk parcours in de tuin. En nou vind ik sporten alleen een beetje saai, maar daar heb ik een oplossing voor bedacht. Momentje. Opwarming voor het sporten gaan Agneta en Notem beginnen met wat rek- en strekoefeningen, zodat ze soepel aan de rest van het parcours kunnen beginnen. Succes! Obstakel kunt u een paar bezemstenen uit de kast trekken en achter elkaar leggen, zodat u een woordenparcours heeft. Obstakel 2. Voetballen. Als u geen paard heeft, kunt u dit gewoon tegen de muur doen. Gewicht heffen. Thuis kunt u dit doen met flessen gevuld met water. Hier doen we het met een bal en een paard. Obstakel 4. Hindernis springen. Hier gebruiken we een cavaletti. Thuis kunt u het doen met een bal op stapelstenen. Als u klaar bent met het parcours, moet u natuurlijk wel weer de spullen opruimen waar u het vandaan heeft gehaald. Nozem, laat even zien hoe dat moet. Goed bezig, Nozem.